fight up. You shoot up. Okay, ready? Positiviteit, wee wee. Activiteit, wee wee. Negativiteit, wee wee. Geen tijd voor, wee wee. Heel wegen door, wee wee. Brain, brain! Jawel, jawel, jawel mensen, hier zijn we weer vanuit Bangkok. Hongkong. Hey jongens, we hebben nu een vette activiteit. Want wat gaan we doen, boys? We gaan vandaag met de fietstour gaan we Bangkok verkennen achter de schermen. Echt dus, Hollands, weet je wel. Op zijn Hollands fietsen. Ja. We gaan wel plekjes bezoeken waar je normaal niet komt. Dus smalle steegjes, leuke wijkjes gaan we bezoeken. Okay. Zo leren we Bangkok op een bijzondere manier kennen. Oké. Gabi, waarom maakt dit zo speciaal, denk je? Waarom denk je dat wij dit tof gaan vinden? Ik vind het altijd behind the scenes van een bepaald onderwerp vind ik altijd wel heel interessant. Okay. Dat is de reden waarom ik het heel leuk vind. Even voor de kijkers behind the scenes, daarmee bedoel je zeg maar de city, hoe de mensen, local people leven, etc. Ja, precies. Dus niet alleen de hotspots die je online kan vinden. Dus echt de geheimpjes die ze hier eigenlijk onder hun community hebben, eigenlijk die bezoeken. Oké. Okay. We hebben gelijk een goede workout, ook met Bilal. We proberen elke dag echt een activiteit te plannen. Vandaag dus ook voor Bilal, hij moet een beetje fit blijven. Ja, en, maar wat ik me afvraag, Soef, we hebben allemaal van die prachtige fietsen, maar Bilal kan hier niet op, Gab. Ja, maar dat, zelfs dat hebben we gefixt, hè. Fixen gewoon alles bij Haapvelders natuurlijk. Ja, sterk! Dit is een marketing stunt hoor. Sowieso, maar deze fietsen zijn een beetje onhandig voor Bilal omdat ze een beetje te hoog zijn natuurlijk en soms een bepaalde plekje evenwicht verliest. Maar we hebben een oplossing. Check nu naar rechts. We hebben er zin in, dames en heren. Wat moeten de mensen doen, Bilal? Wat moeten de mensen doen? Abonneren. Abonneren, want wij zijn echte. Zo doen. Echte mannen. Echte mannen. Zo doen. Ja, man. Hi. Zit daar gewoon een slang, gek. We zijn nu gestopt op een mooie plek, een bijzondere plek, laat ik het zo zeggen. We zijn eigenlijk bij een sociaal project aangekomen. Je hebt hier in Bangkok heb je eigenlijk best veel mensen die dakloos zijn. Dus hier is daardoor een sociaal project opgezet, waarbij mensen die hier vaak onder de brug slapen, die krijgen hier eigenlijk een gratis kappersbeurt, zoals je daar ziet. Dat is allemaal gratis, wordt gesteund door de locals. Hun kleding wordt gewassen, zodat ze er overdag normaal uitzien. Hier zie je bijvoorbeeld een lange rij, waarbij eigenlijk een gratis ontbijt wordt aangeboden. Om eigenlijk de daklozen te helpen en dat is echt lokaal opgezet. Dat doen ze echt super goed. We gaan nu kijken hoe wij ook een steentje kunnen bijdragen aan de arme daklozen hier. Dus wij gaan ze ook proberen te helpen? Een klein steuntje in de rug kan altijd helpen. Okay. Weet je wat het mooie is van deze route? Is dat deze vrouw bewust heeft gekozen voor een route waar ze eigenlijk ons laat zien van hoe het eigenlijk hier aan toe gaat in Bangkok, in Lokok. Dus dat is echt een hele specifieke route die zij heeft bedacht voor toeristen. En ze is zelf heel bewust bezig met hoe kunnen we ook de lokale community helpen. Dus niet alleen naar de mooie shoppingmalls, maar ook hoe zien we de wijkjes in en hoe zien we wat er gewoon echt aan de hand is elke dag. Zeg maar, thank you, Bilal. Ja, ik zeg je eerlijk, dit raakt me wel, man. Wij eten en drinken en doen eigenlijk van alles als vanzelfsprekend. Maar kijk waar mensen gewoon blij mee zijn of wat ze nodig hebben.
Allah, dit maakt mij echt weer bewust dat hoe goed we het wel niet hebben, man. Ik vind het ook gewoon belangrijk om dit soort dingen te laten zien. In plaats van alleen maar de mooie dingen, het lekkere eten, noem maar op. Dus we moeten soms echt gewoon eventjes stilstaan bij de mensen die het minder hebben. Moet je kijken, je moet je voorstellen dat jij, je vader, je moeder of je kind zo in de rij moet staan. Voor een stukje fruit eigenlijk, om de dag door te komen. Mogen Allah het voor ons allemaal makkelijk maken, inshallah. Lekker, man. Ja? Komt goed aan. Smaakt een beetje naar Fernandes. Ik doorbidden. We zijn hier in Bangkok nog steeds. En we hebben dus een islamitische school gevonden. De kinderen hebben vrij, maar ik wil toch eventjes gewoon even zien hoe het hier is. Kijk, hier kan je de wassing verrichten. Hier heb je allemaal klassen, waarschijnlijk. Er zitten toch wel wat kinderen hier. We hebben besloten om toch wat te doneren hier. En dit is niet om te laten zien dat ik aan het doneren ben, dat het iets speciaals is. Maar ik vind het gewoon belangrijk om te laten zien dat we elkaar moeten proberen te helpen. En proberen op allerlei... Als we, weet je wel, je hebt zeg maar een podium waarbij je mensen iets kan meegeven. Nou, en dit is zo'n ding van, ja, als je kan mensen toch helpen op de een of andere manier, weet je wel. En ja, we hebben het al een aantal keren met z'n allen gedaan. En nu toevallig bij de islamitische community. Doe je nou de Fatiha? Ja? Doe je nou de Fatiha? Al Fatiha? Assalamu alaikum. Alhamdulillah, Rabbin Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Subhanallah al-'azim. Mashallah. Hey, goed hè? Mashallah. Klassen, waar ze les krijgen. Eerlijk, het ziet er wel echt leuk uit. You said alhamdulillah. Alhamdulillah. Oké, okay, we hebben wat... Kom maar binnen. Kom maar binnen. Kom. Zo, rustig, rustig, rustig. Kijk uit van het benen. Ja, moest je ons echt laten schrikken? He's scared. Kom maar, dit dan. Het is hun marine, ze zijn niet aan het trainen. Papa, kom maar naar de basis. Kijk die leguaan daar, gek. Gewoon om die huis. Broer, loop, ga alsjeblieft. Ga. Daar moet je toilet altijd in je toiletpot kijken, bro. Ja, serieus. Nee, joh, echt? Ja, voor dat ze kunnen door het toilet naar boven en dan word je gehaald, bro. Oh, kom, we gaan alsjeblieft. Wow, joh, heftig, man. Rustig, ga helpen me, help me. Hij gaat echt. Rustig. Wie daar? Rustig. Oh.
Dit zijn uitdagingen of niet? Dat is altijd een mooie verrassing. Broer, kijk hoe mensen leven, hè. Kun je het toch niet voorstellen? Ja, gek. Maar met deze temperaturen misschien wel, hoor. Ja, ik weet niet. Heftig hoe mensen leven, jongens. Hallo. Hey, salam alaikum. Thank you. Hallo. Moedekom salam, rahmatullahi ta'ala. Muslim. Alhamdulillah, muslim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ja, heel goed binnen. Het gaat maar net goed. De skills worden echt getest hier gewoon. Als hij terugkomt, jongen, ik denk dat Verstappen zich kan verstoppen. Dit is de islamitische gemeenschap aan deze kant. Dit is dan, hier zitten heel veel boeddhisten aan die kant. Ze schijnen hier super goed te leven samen. Dus daar ben ik wel echt blij mee. Deze muur hebben ze gebouwd, zeg maar, om de islamitische gemeenschap te beschermen. Anders dan zouden ze onder water komen. Yes. Hi man, thank you. Okay. Jawel. We zijn helemaal op, jongens. We zijn helemaal gesloopt. Maar wij zijn nu op de airport na een zware, toffe, gezellige, relaxte dag. Of niet, Bilal? Vond je het leuk? Zware, toffe, gezellige, relaxte dag. Mag ja, toch? Hey, vond je het fietsen leuk? Klein beetje of heel erg leuk? We gaan hem hier afsluiten, dames en heren. Hier in Thailand, vanuit Bangkok. Ik vond het super gezellig, super leuk. Aan het einde ga ik natuurlijk vertellen hoe ik dit helemaal heb ervaren. Jullie ook. Ga ik die een hoop besparen. Er staat nog een andere bestemming. Serieus? De planning, toch? Wat gaan we doen dan? We gaan nog niet naar huis. Waar gaan we heen dan, Bilal? Naar Dubai. Wat? Gaan we naar Dubai? Ja. Dames en heren, wij gaan gewoon naar Dubai. Dus de serie is zeker nog niet afgelopen. Blijf kijken volgende week, want we gaan nu rechtstreeks naar Dubai, dames en heren. 6,5 uur hier, toch? Ongeveer. Wat moeten mensen doen? Nou, abonneren, want wij zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd positiviteit. Aarde. Het is heel zoek het uit. Doei. Tot de volgende keer. En lekker voor je. Dag Bilal. Fijne reis. Dus de groet in Dubai. Blijf op Thailand. Gaan we mee. Gewoon meegaan. Ja, wat moeten we zonder Bilal? Echt, hè? Ja, serieus. Bilal, let's go. Love. Tot volgende week. Love. Respect, mucho fortuna.